Welkom iedereen, goedemiddag op de Dag van de Maakbare Mens. Op dit panelgesprek met als teasende titel worden mannen weldra overbodig? Het heeft gewerkt, want we zijn toch met redelijk veel volk op deze zonnige namiddag. Ik ga eerst even de sprekers voorstellen. Naast mij zit Heidi Mertens, Björn Heindricks en Marijke Merks. Ik ga beginnen bij jou, Björn, korte introductie. Jij bent wetenschapper, u zit Gent, bezig met... Wij zijn verbonden... Mijn microfoon werkt. Ja. Wij zijn verbonden aan de afdeling reproductieve geneeskunde. Dus onze hoofdactiviteit is koppels helpen die problemen hebben om zwanger te worden. Onze researchgroep bestaat uit 10 mensen. En we doen zowel fundamenteel onderzoek, dus stamcelonderzoek, dat niet direct klinisch toepasbaar is. Maar de andere helft focust eigenlijk op onvruchtbare koppels, nieuwe technieken uitvinden, diagnostische middelen optimaliseren, ja. Waarom de bevruchting bijvoorbeeld niet werkt. Ook PGD, dus het screenen van embryo, genetisch screening van embryo's, is een groot onderzoeksgebied van ons. En mitochondriën. Mitochondriën is een hele hype in onze onderzoekswereld nu. Zoals Katrien juist vertelde over de three parents baby. Dus daar doen we ook onderzoek in. Ja, heel veel verschillende zaken. Rechts van mij, Heidi Mertens, bioethicus verbonden aan UGent. Jij bent bezig met de ethische implicaties van al deze science-fiction-achtige of zaken die al gebeuren, nieuwe technologieën. Ja, dat klopt. Dus ik werk in het Bioethics Instituut Gent, hier aan de Universiteit Gent. En mijn onderzoeksdomeinen zijn... ik ben begonnen rond stamcelonderzoek, dus daar zaten we al in hetzelfde vaarwater. En nu, daarna ben ik overgeschakeld meer op de ethiek van de reproductieve geneeskunde. En dus het onderwerp van vandaag zit een beetje op de raaklijn tussen de twee. Dus vandaar dat mij ook heel erg interesseert. Ja. En dan tenslotte Marijke Merks. Jij bent psycholoog. In jouw praktijk werk jij met koppels die... problemen hebben, fertiliteitsproblemen, een onvervulde kinderwens. En je bent tegelijkertijd ook voorzitter van de VZW, de Verdwaalde Ooievaar. Wat is dat precies? Ja, dat klopt. De Verdwaalde Ooievaar is een vereniging, een VZW, die dus koppels of alleenstaande mensen met een onvervulde kinderwens ondersteunt. Wij doen dat in de eerste plaats door veel informatie te bieden op onze website, een forum en een chatgelegenheid aan te bieden, zodat lotgenoten met elkaar in contact kunnen komen, omdat daar enorm veel behoefte aan is. En wij organiseren ook af en toe infosessies en lotgenotencontacten door een evenement. Ja, voilà, de spreker Ik wil daar nog even aan toevoegen dat ik zelf telkens weer verbaasd ben als ik de cijfers lees van het aantal bezoekers, het aantal mensen die onze website gebruiken. Dus voor een klein gebied als Vlaanderen is het 40.000 mensen die ons blijkbaar nodig hebben, toch wel een behoorlijk grote groep. Ja, het is een onderwerp dat duidelijk dat wel, ja, leeft. Ja. Inderdaad. We gaan vandaag een uurtje spreken met elkaar over de vraag of mannen weldra overbodig zullen worden of misschien nog niet zo snel. Daarna is er een kwartiertje ruimte voor vragen uit het publiek en achteraf wordt u uitgenodigd voor een slotwoord en een receptie daar. Maar we gaan beginnen bij jou, Heidi. Worden mannen weldra overbodig? Dat verwijst eigenlijk naar een technologie die nog niet helemaal op punt staat. En hoe zit dat... In mensentaal? Ja, de titel is wel inderdaad iets dat mogelijk zeer ver in de toekomst ligt. Maar waar het rond draait, of de technologie waar het naar verwijst, is het onderzoek waar onder andere Björn nu dus aan zal werken, om te proberen om eigenlijk uit stamcellen van mensen zaad- en eicellen te maken. En waarom zouden we dat willen doen? Omdat er een aantal mensen zijn die nu nog niet kunnen geholpen worden om hun vruchtbaarheidsproblemen te overkomen. Bijvoorbeeld als je geen zaad- of eicellen hebt, dat kan bijvoorbeeld zijn na een kankerbehandeling of je kan ook geboren worden zonder zaad- of eicellen. En het idee is dan dat je voor die mensen in het labo een zaad- of een eicel gaat maken. Het onderzoek dat daar aan vooraf gaat, is dat je dat moet proberen te maken uit een stamcel, maar die stamcellen hebben we ook niet zomaar. Dus de eerste stap in die technologie zal zijn om die te proberen te
af te leiden uit embryonale stamcellen of uit wat we noemen somatische cellen, dus bijvoorbeeld huidcellen of andere cellen, die we terugzetten naar een soort embryonale staat. En om daaruit dan zaten eicellen af te leiden. En wat heeft dat dan te maken met zijn mannen weldra overbodig? Een van de mogelijke perspectieven, maar ik wil dat wel benadrukken dat dat zeker momenteel science fiction is en dat daar ook wetenschappelijk over gedebatteerd wordt of het überhaupt ooit mogelijk zou zijn. Maar misschien, wie weet, is het ooit mogelijk om bijvoorbeeld uit een vrouwelijke cel, dus uit een huidcel van een vrouw, een spermacel te maken, waardoor eigenlijk twee vrouwen samen een genetisch eigen kind zouden kunnen krijgen. En een vrouw kan het dan ook dragen, dus zouden de mannen mogelijk overbodig worden. Het klinkt ongelooflijk fascinerend. Björn, dit is jouw domein. Jij bent hier elke dag mee bezig met te bekijken hoe dat ooit werkelijkheid zou kunnen worden. En je hebt een paar slides, afbeeldingen meegebracht om dat toch iets visueler te maken, hè? Ja, enkele slides. Ik wil u niet vermoeien met al te veel theorie, maar gewoon dat jullie een duidelijk beeld krijgen over waar het effectief om gaat. Dus we willen uit stamcellen, zaadcellen of eicellen maken. Het probleem is dat we patiëntspecifieke stamcellen nodig hebben. Dus er bestaan duizenden lijnen embryonale stamcellen bijvoorbeeld, maar die kunnen we niet gebruiken omdat die genetisch niet identiek zijn voor degene dat je een zaadcel of een eicel wil maken. Dus we moeten vertrekken van stamcellen van de persoon zelf. Nu, in het menselijk lichaam zijn er stamcellen aanwezig, adulte stamcellen. Ik denk dat Katrien daarover gehad heeft. Dus elk type weefsel, bijvoorbeeld bloed, heeft zijn eigen soort stamcel. De beenmergstamcellen. Lever heeft zijn eigen stamcel. Maar dat zijn adulte stamcellen. En die hebben niet het potentieel om uit te groeien tot een zaadcel of een eicel. Dus dat is niet de stamcel waarvan we kunnen vertrekken. Dus we moeten vertrekken van embryonale stamcellen of iPS-cellen. Dus wat is dat? Sorry. Embryonale stamcellen moeten we halen uit een embryo. Maar een volwassen persoon heeft natuurlijk geen embryo's in zijn lichaam. Dus we moeten eigenlijk een kloon maken van die persoon, een gekloond embryo. Dat is de eerste stap, dus een gekloond embryo maken. Daaruit de stamcellen afzonderen. De embryonale stamcellen of iPS-cellen ga ik straks even uitleggen wat dat juist is. En dan moeten we in vitro die stamcellen differentiëren in het labo tot zaadcel of eicel. Klonen, wel, ik heb het woord klonen gebruikt. Dus we moeten een gekloond embryo maken. Zoals de vorige spreker al had over Dolly. Dus Dolly was het eerste gekloonde zoogdier. Maar dat is reproductief kloneren. Dus dat is eigenlijk dat je een huidcel, of bij Dolly was het een uiercel, dus dat je van een lichaamscel een gekloond embryo maakt. Men noemt dat reproductief kloneren omdat je dat gekloond embryo terugplaatst in een draagmoeder, hier in een schaap, en eigenlijk de bedoeling hebt om een levende nakomeling te krijgen. Dus dat is reproductief kloneren. Dat is niet wat wij willen doen. Dus wat wij willen doen is therapeutisch kloneren. Therapeutisch kloneren. Dus hier is een schemaatje. Veronderstel, een patiënt komt bij ons, heeft geen zaadcellen. Dus een man natuurlijk. Die komt bij ons, heeft geen zaadcellen. Wat moeten we doen? We moeten een lichaamscel van die persoon nemen. Bijvoorbeeld een huidcel. Of dat kan eigenlijk gelijk welke cel zijn. Maar meestal worden huidfibroblasten gebruikt, een huidcel. Dus we pakken een huidbiopsie. En die cel moeten we in een lege eicel steken. Dus we hebben wel eicellen nodig van een donor voor een gekloond embryo te maken. Dus hier heb je de donor-eicellen van een persoon die stimulatie ondergaat en die vrijwillig eicellen afstaat voor onderzoek. Is toegelaten in België. Maar momenteel is er een heel grote wachtlijst van wensouders die geen eicellen hebben. Dus ja, ethisch is natuurlijk iets controversieel dat je aan mensen zou vragen om eicellen af te staan puur voor onderzoek. Maar het is toegelaten in België. Dus we hebben eicellen nodig van een donor. We halen de kern eruit van die eicel.
En we steken die lichaamcel erin. En we laten dat ontwikkelen tot een embryo. Dus dat embryo is genetisch nu identiek aan de persoon X die geen zaadcellen heeft. Uit het embryo halen we de stamcellen. En die stamcellen gaan we in cultuur differentiëren, dus sturen naar een zaadcel. Dus eens dat we zaadcel hebben, kunnen we die zaadcellen dan gebruiken om te bevruchten met de eicel van de partner. Dus dat is het principe van therapeutisch kloneren. Ja, de techniek van kloneren is gewoon ja, de kern uithalen uit de eicel en een lichaamcel injecteren in de eicel. Dus dat is eigenlijk dezelfde techniek die we gebruiken voor vruchtbaarheidsbehandeling, maar in plaats van een zaadcel te injecteren, gaan we een lichaamcel injecteren. We maken embryo's, gekloonde embryo's. Dat zijn er die bij ons gemaakt zijn in het verleden. En uit die gekloonde embryo's gaan we dan, op dag 5 is een blastocyst, dus dat is een dag 5 embryo. Heb je hier een binnenste celmassa, dat zijn eigenlijk celletjes die het individu worden. En het zijn ook die celletjes die aanleiding geven tot de embryonale stamcellen. Dus we halen die daaruit. En achter 2 weken heb je een heleboel embryonale stamcellen. Dus dat ziet er zo uit, die embryonale stamcellen in de cultuur. Dus al die ronde vormtjes hier, dat zijn embryonale stamcellen. Dus de bedoeling is dan om die embryonale stamcellen te sturen naar een zaadcel of een eicel. Wel, die sluit daar niet uit, maar het is gewoon om aan te tonen dat het heel complex is. Wel, de meiose, voor andere cellen te maken vanaf embryonale stamcellen is ietsje simpeler, bijvoorbeeld hartcellen of andere cellen, is ietsje simpeler, omdat alle cellen in ons lichaam zijn diploïd. Maar de moeilijkheid is om zaadcellen of eicellen te maken dat je meiose moet induceren. Dus dat je de helft van de chromosomen op een of andere manier moet kwijtspelen. En dat is een van de grote moeilijkheden om dat in vitro na te bootsen. Eigenlijk. Er is één alternatief dat je geen kloneren nodig hebt, en dat zijn die iPS-cellen. Dus eigenlijk kun je ook rechtstreeks vanuit een huidcel of een of gelijk welke lichaamcel, ben je door het toevoegen van een aantal genen ook die iPS-cellen hebben. Dus dat zijn ook pluripotente stamcellen die ook tot gelijk welk type cel zouden kunnen uitgroeien. En ook tot zaadcel of eicel. Nu, dat lijkt veel eenvoudiger. Je hebt geen eicel nodig, je hebt geen gekloonde embryo nodig. Maar er zijn nog altijd een heel aantal nadelen verbonden aan die iPS-cellen. En de vraag is ook, nu wordt er meer en meer onderzocht of ze wel het equivalent zijn van de embryonale stamcel. Dus men is nog niet zeker of die iPS-cellen even goed zijn als de embryonale stamcel. Ik wil gewoon nog enkele slides tonen van wat is er al gebeurd. Is dat allemaal science fiction of lukt dat al? Ja, dat lukt al. Bij de muis in 2011 en 12 zij is er al in geslaagd om uit een embryonale stamcel een functionele eicel te maken en ook een functionele zaadcel. Dus ze hebben die zaadcellen en eicellen gebruikt en gekeken als er nakomelingen konden geproduceerd worden en dat lukt effectief al bij de muis. Ja? Het enige probleem was dat er nog een in vivo tussenstap was. En dus embryonale stamcellen sturen naar zaadcel of eicel, dat is een heel lang proces. En het was toch nog nodig om in een tussenfase die stamcellen eigenlijk in een test in een in vivo omgeving afkust te brengen. Dus oftewel in de teelbal voor zaadcellen te krijgen, ofwel in de ovaria voor eicellen te krijgen. Dus dat was, ja, het was goed gelukt, maar er is nog altijd die in vivo tussenstap nodig. Maar 2 weken geleden, heel recent dus, zijn ze erin geslaagd in China om volledig in vitro, dus zonder in vivo tussenstap, embryonale stamcellen te differentiëren tot zaadcellen. Dus bij de muis is het volledig in vitro gelukt om vanuit een embryonale stamcel een functionele zaadcel te maken. Ja, dat was de presentatie. Dank je wel voor de uiteenzetting. Hopelijk snapt iedereen nu ongeveer waarover het gaat. Marijke, waarom zou hier vraag naar zijn? Want er zijn toch ook andere technieken om koppels die geen eigen kind kunnen krijgen te helpen. Waarom zou hier
nood aan zijn? Sinds 2003 hebben wij eigenlijk erkend dat het niet kunnen krijgen van kinderen eigenlijk een heel ernstig leed is. En sindsdien hebben we ook 6 terugbetaalde pogingen voor fertiliteitsbehandelingen. Nu, ik ben heel sterk voorstander van gelijke geneeskunde. Een goede geneeskunde geeft iedereen een beetje dezelfde mogelijkheden. En deze techniek maakt het, als alles goed gaat, want gelijk Katrien in de vorige uiteenzetting zei, muizen zijn geen mensen, dus er zijn misschien nog een aantal stappen te gaan. Maar dat zou betekenen dat mensen die nu op een bepaald moment de diagnose krijgen, in een aantal gevallen is dat pas op het moment dat er, als er een kinderwens is, van meneer, sorry, maar wij kunnen geen enkele zaadcel terugvinden in uw spermastaal. Ik weet niet of je dat kunt voorstellen, wat dat doet met een mens. Maar de dag dat men kan zeggen, oké, ook voor jou is het mogelijk, ondanks het gebrek aan spermacellen, om een genetisch eigen kind met je partner te krijgen. Dat klinkt ook iets dat wel alternatieven kent. Als men geen genetisch eigen kind heeft, heb je toch pleegzorg, adoptie of kan je gebruik maken van een donor. Maar in de praktijk blijkt dat een stap die toch wel heel moeilijk te nemen is, die voor de buitenwereld misschien evident lijkt, maar die gepaard gaat eigenlijk in de meeste gevallen met een rouwproces waarbij afscheid wordt genomen van het idee dat je samen met je geliefde een eigen kind kan krijgen. Dus voor de groep een genetisch eigen kind. Dus voor de groep bij wie het nu 100% niet mogelijk is, omdat er een genetische afwijking is op de geslachtschromosomen, zou deze techniek breaking news zijn. Ja. Of bij homokoppels of lesbische koppels. Dat is, dat is een ander verhaal. Homo- en lesbische koppels zouden inderdaad ook... Dat is dan iets nieuws, want voor hen is het eigenlijk altijd een gegeven geweest. Als we ooit een kind willen, dan hebben we een donor nodig, hebben we een man nodig. Dus de impact is iets minder groot dan bij een heterokoppel dat vertrekt van het idee dat ze, gelijk als de koppels in hun omgeving, gewoon zwanger kunnen worden. Er is geen één lesbisch koppel dat ervan uitgaat dat ze gewoon samen zwanger kunnen worden. Ja. Begrijp je? Ja. Dat wil niet zeggen dat het fantastisch is en geweldig als deze mensen nu ook samen kunnen smelten, het idee van samensmelten met je geliefde door het samen krijgen van een kindje. Dat is fantastisch. Alleen is dat nog een stapje verder, denk ik, omdat men dan effectief van een vrouw, uit de huidcel van een vrouw, een spermacel, een zaadcel moet maken. Een derde groep is dan hetgeen dat ook al aangehaald is. Mensen die door omstandigheden, bijvoorbeeld door het hebben van of doormaken van kanker en daarvoor chemotherapie hebben moeten ondergaan en daardoor hun vruchtbaarheid verloren zijn, dat die op deze manier ook alsnog in staat zullen zijn om een genetisch eigen kindje te krijgen. Ervan uitgaande natuurlijk dat het zal lukken. Dat is misschien wel de bedoeling, maar onderweg kan men nogal wat obstakels nog daar gaan we het later nog over hebben, over die obstakels. Het genetisch eigen kind, het is een term die vandaag waarschijnlijk nog vaak zal vallen. Waarom is dat zo belangrijk voor mensen? Waarom is dat belangrijk? Ik denk dat je daar verschillende manieren op kan antwoorden. Je kan zeggen, want het is een genetische drive die mensen hebben. Het is Darwin en iedereen wil een genetisch eigen kind. Alhoewel dat ik niet denk dat iemand ooit denkt, ik wil een genetisch eigen kind, want ik wil mijn genen doorgeven. Niemand heeft ooit zijn genen al tegengekomen, dus je kunt daar niet geen gevoelens over hebben. Maar die drang is zeer zeker aanwezig bij veel mensen. Maar ik denk dat het misschien soms ook niet geen kwaad kan om die toch ook kritisch in vraag te stellen. Omdat we het eigenlijk vanzelfsprekend vinden dat we een genetisch eigen kind willen. En er is ook geen probleem mee dat mensen een genetisch eigen kind willen. Maar ik denk dat er wel een probleem komt als we nu een techniek gaan ontwikkelen waar waarschijnlijk een aantal veiligheidsrisico's aan gaan verbonden zijn. Of die dan opwegen tegen die wens om een genetisch eigen kind te krijgen, omdat er inderdaad een aantal mogelijkheden zijn die
begrijp ik zeer goed, ook wel suboptimaal zijn voor veel mensen. De meeste mensen willen liever samen met hun partner en genieten zijn eigen kind. Maar dat alternatief is er wel. En mijn bezorgdheid is dan in de eerste plaats van als we moeten kiezen tussen een nieuwe techniek waar een aantal risico's aan verbonden zijn om een genetisch eigen kind te hebben, of tussen een techniek waar geen risico's aan verbonden zijn, maar dat het kind niet ons genetisch eigen kind is, hoe gaan we die afweging maken? Wat is dan het belangrijkste, die genetische band of een gezond kind? En ik weet wel dat het ideaal waar de wetenschappers zeker voor gaan gaan, is de beide, een genetisch eigen kind dat volledig gezond is. Maar ik denk dat daar toch wel nog een hele hoop obstakels zullen zijn en dat eigenlijk het bewijs er pas zal zijn als het eerste kind er is, of het al dan niet veilig kan. Dus ik denk zeker dat er die wens is voor een genetisch eigen kind en dat die niet mag onderschat worden. Maar ik denk dat we toch ook moeten durven om in vraag te stellen dat we mensen moeten bedienen op die wens ten koste van alles of ten prijze van alles. Ja. Over die risico's gaan we het straks nog uitgebreid hebben. Björn, hoe kijk jij daarnaar als wetenschapper? Die drang, wens van veel mensen om dat genetisch eigen kind te hebben, is dat jouw drijfveer of misschien niet? Wel, het onderzoek dat we nu voeren, die stamcelafleden gaan meten, wel, leert ons... Het is niet alleen de bedoeling om het eindproduct te hebben, de zaadcel of de eicel, maar al die tussenstappen leert ons heel veel over hoe de slachtcelvorming bij de mens gebeurt. Want bij de muis kunnen we gemakkelijk embryootjes wegnemen die in ontwikkeling zijn. Maar bij de mens kunnen we dat niet doen. Dus we weten eigenlijk nog heel weinig over geslachtcelvorming. Dus vanuit wetenschappelijk standpunt is het voor ons heel nuttig om dat onderzoek puur aan te doen, om meer inzicht te krijgen in mogelijke vormen van onvruchtbaarheid of waar het kan mislopen. Nu, ikzelf heb ook wel af en toe contact met patiënten, omdat we een aantal behandelingen doen die heel specifiek in hand worden uitgevoerd. En als je die mails ziet van patiënten, die zijn echt, die zouden alles doen om een eigen kind te hebben. Hè. En dat contact met patiënten maakt me ook wel bewust dat die drang voor een genetisch eigen kind te hebben echt wel heel, heel aanwezig is. Ja. En, door dat contact met patiënten zie je toch de andere kant van de medaille buiten het puur wetenschappelijke. Ja, Marijke, jij wordt daar als psycholoog en ook bij de Verdwaalde Ooievaar van heel dichtbij mee geconfronteerd. Moeten we daar volledig op ingaan, op die wens? Of heb je daar ook bedenkingen bij? Ik denk dat ik mij een beetje aansluit bij Heidi. Moeten dat het wel een vorm van vooruitgang is als we, indien er geen risico's of de risico's minimaal zijn, dat we, want dat is wel een belangrijk punt dat Heidi aangehaald heeft, dat we eigenlijk gezien toch het leed en het feit, van waar het komt, weten we niet, maar het feit dat toch 99% van de bevolking droomt van dat genetisch eigen kind, waarom zouden we er niets aan doen? We kunnen zoveel met de huidige wetenschappelijke vooruitgang. Waarom zouden we dan hieraan ook niet tegemoetkomen? Een ander verhaal is het natuurlijk, als we de risico's, en dat is iets waar ik een beetje bang voor ben, als we de risico's in de euforie van wat we kunnen ontwikkelen een beetje doodzwijgen of minimaliseren, waardoor mensen een te positief beeld kunnen krijgen. Dat zie ik nu al krantenkoppen met iedereen vruchtbaar, waardoor patiënten al de indruk krijgen, de techniek is zo ver dat we gewoon een eigen kind kunnen krijgen, of we nu vruchtbaar zijn of niet. Dat we daar toch realistisch zijn in communicatie, in informeren en ook de stap eventueel niet zetten om dit toe te passen op mensen als de risico's de positieve effecten daarvan overschrijden. Maar weten we bijvoorbeeld of mensen met een genetisch eigen kind misschien gelukkiger ouders zijn of dat kind gelukkiger is? Want er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen geboren misschien via donoren of geadopteerd. Wat weten we daar eigenlijk over? Is die wens, leidt die tot groter geluk? Ik denk dat het nu een gepast moment is om... Ik had even iets afgeprint van een quote van patiënten zelf.
omdat dat mooi illustreert hoe dat het eigenlijk zit. Voor het, is, het onderzoek weten we dat er geen enkel verband is, om het nu heel eenvoudig uit te leggen, tussen de voldoening die men heeft als ouder en als kind, of dat het nu genetisch eigen kinderen zijn of niet. Het lijkt zelfs bij veel lesbische koppels, waar dat zeker de helft niet genetisch van het koppel is, dat eigenlijk de voldoening die men heeft als ouder, dat die iets hoger ligt dan bij mensen die ouder zijn van een genetisch eigen kind. Hoger. Dus daar gaat het niet om. Ondanks het feit dat er eigenlijk geen verband is op lange termijn, zien we op het moment dat de keuze moet gemaakt worden dat mensen wel door een heel groot en moeilijk proces gaan. Dus ja, er is een groot verschil tussen de beleving van het niet kunnen krijgen wat men wil. Dat is ook essentieel aan ons mens zijn, dat we extreem gaan verlangen en extreem gaan willen wat we niet kunnen krijgen. En dat we het belang daardoor een beetje gaan overschatten. Maar in plaats van het te proberen uit te leggen, ga ik de patiënten voor zich laten spreken. De eerste is van iemand die te horen heeft gekregen nadat de moeilijke stap van eiceldonatie gezet is, dat ook de zaadkwaliteit van de partner, dus van de man, zo laag was dat men beter zou overstappen naar spermadonatie. En dat is het verschil tussen de medici. Hè. Voor veel mensen die in behandelingscircuit als medicus of gynaecoloog werkzaam zijn, lijkt het een gewone volgende stap, de meest effectieve stap. Maar voor de patiënt is dat weer een heel verhaal van rouwen, twijfelen en heel moeilijke keuzes maken. En deze vrouw zegt, hoe ik nu, als ik nog een kindje wil, twee cellen moet gaan halen bij donoren en die samen klutsen en voilà, dat wordt dan ons kindje. Ik heb het daar zeer moeilijk mee. Het voelt alsof ik God aan het spelen ben. Met enkel eiceldonatie had ik dat niet, omdat het kindje dan nog voor de helft van mijn partner en dus van ons zou zijn. Maar met dubbele donatie komt er een kindje op de wereld dat helemaal niets van ons erft. Therapeuten zeggen dan wel dat het wel op ons zal lijken, omdat het gedragingen en gewoontes gaat overnemen, bla 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 bla. Maar dat is niet hetzelfde. Het voelt alsof ik zwanger ga zijn van een adoptiekindje. En ik weet wel dat we na al die moeite dat kindje doodgraag gaan zien, natuurlijk. Maar ik ben bang. Bang voor reacties van de buitenwereld. Bang voor de reacties van het kindje zelf. Want dat gaat niet weten waar het vandaan komt. Want we zitten hier met anonieme donatie, ook een deel van het probleem. En ook bang van mezelf. Het kindje gaat misschien trekjes of talenten hebben die niet van ons zijn. Ik ben bang dat ik mij altijd ga afvragen, zou dat van een van de donoren komen? En nu twijfel ik aan alles, of ik misschien toch niet beter gewoon zou stoppen en mezelf al die moeilijke keuzes en misschien nog meer teleurstellingen ja, beter zou besparen. Mm-hmm. En dan heel kort van iemand anders. Uiteindelijk hebben we er maanden over gedaan om ons met het idee te verzoenen dat ons kindje nooit biologisch van ons zal zijn. Ik wou natuurlijk een kindje van mijn man en mezelf. Maar dit is ook een kindje van ons twee. Niet 100% genetisch, niet 100% zoals we het gewild hadden, maar het is nu ons perfecte gezinnetje. En ons kind zei onlangs, goed hè, mama en papa, dat jullie onvruchtbaar zijn, want anders hadden jullie mij nooit gekend. Dus eens natuurlijk de stap gezet, kan men zich niet terug voorstellen dat we die kinderen niet zou hebben. En natuurlijk zijn die geliefd gelijk genetisch eigen kinderen. Dus er is een heel groot verschil tussen de beleving voor en na. Ja. En ik ben vergeten wat uw vraag was. Ik hoop dat ik daar min of meer op geantwoord. Een heel duidelijk antwoord, absoluut. Okay, laten we het even hebben over... Of mag ik daar nog eventjes op inpikken? Ja, ik vind het trouwens geweldige quotes, Marie. Het toont heel goed dat verschil voor en na. Maar ik wou nog eventjes ook aanvullen op wat Marijke ook net zei. Mm-hmm. Er bestaat heel veel literatuur in de sociologie over die relatie tussen geluk en ouderschap, en genetisch ouderschap. Maar zelfs tussen gewoon ouderschap, dan nog los van genetisch ouderschap, is het zo dat het eigenlijk een mythe is dat je van kinderen krijgen gelukkiger wordt. Zelfs in tegendeel, ik weet dat ik mij niet populair maak met dit te zeggen, maar de meeste koppels hebben een dip in hun geluk
of in hun welbevinden na het krijgen van kinderen. En rond hun 40ste zijn ze ongeveer terug op hetzelfde niveau als andere mensen. En hoe komt dat? Maar dat is voor alle duidelijkheid... waarschijnlijk komt dat door secundaire factoren, door verminderd slaap en andere sociale activiteiten die niet meer... Maar het probleem daarbij is... mensen die gewild kinderloos zijn, die bewust kinderloos zijn... Die zijn logischerwijze niet ongelukkig omdat ze geen kinderen hebben en zullen gemiddeld gezien zelfs gelukkiger zijn dan mensen met kinderen. Maar mensen die ongewild kinderloos zijn, hoewel eigenlijk de wetenschap zegt dat moesten zij die kinderwens niet hebben, dat ze eigenlijk gelukkiger zouden zijn dan mensen die de kinderwens wel hebben, doordat zij die wens wel hebben en doordat die wens gefrustreerd wordt, wat Marijken ook zei, je wil, als je iets niet kan krijgen en je wil het krijgen, dan word je daardoor wel heel ongelukkig. Daardoor zijn het eigenlijk net die mensen die, als ze uiteindelijk wel een kind krijgen, daar toch gelukkiger van worden of even gelukkig blijven als ze ervoor waren. Dus het is heel moeilijk om daarmee om te gaan. Maar ik denk dat de beste manier is, wat we ook met de maakbare mens proberen te doen, is om de publieke opinie daar meer op te wijzen dat genetisch ouderschap en ouderschap in het algemeen, dat we dat als grote waarde zien en dat iedereen dat nastreeft, maar dat we dat misschien soms wat meer in perspectief moeten plaatsen, maar niet op het moment dat je onvruchtbaar bent. Want op dat moment stort je wereld in en dat is inderdaad een rouwproces. Er zijn dezelfde statistieken over depressie als bij bijvoorbeeld mensen die een kankerdiagnose krijgen. Dus het is heel... Het hakt echt diep in op mensen als ze die diagnose krijgen. Op dat moment is het niet het moment om te gaan zeggen tegen die mensen van, oh, maar weet je wat, je gaat even gelukkig zijn zonder kinderen. Dat heeft compleet geen zin en dat is ook compleet tactloos. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om onze kinderen mee te geven al in hun opvoeding, dat hun geluk niet staat of valt bij het krijgen van kinderen. Dat ze andere doelen in het leven ook kunnen hebben die ze kunnen nastreven. Ik denk maar dat moet al vooraf komen. Ik denk dat dat in de fertiliteitskliniek dan eigenlijk al te laat is. Ja. Maar het zou goed zijn als die statistieken ook gewoon meer bekend zouden zijn, als mensen zich er meer van bewust zouden zijn dat er andere doelen zijn ook in het leven. Ja, maar eenmaal dus in de fertiliteitskliniek is het te laat en is die wens heel aanwezig. U werkt daar aan een oplossing, maar wat zijn daar de risico's? Want het staat nog niet op punt, worden dat ook gezonde kinderen? Het probleem is bij de mens. Het staat nog niet zo ver zoals bij de muis. Dus we kunnen nog niet vanaf een stamcel een eicel of een zaadcel maken. We kunnen wel al de voorloper zaadcellen of eicellen maken vanaf de embryonale stamcel. Qua veiligheid was de vraag. De risico's. De risico's. In ons vakgebied... het eindresultaat is natuurlijk de gezonde baby. Mm-hmm. Dus we moeten, als we echt de veiligheid willen nagaan, kunnen we eerst een hele batterij testen doen op het eindproduct, dus op de zaadcellen en de eicellen die we zouden kunnen maken. Dus de moleculaire technieken zijn enorm verbeterd de laatste jaren. Dus we kunnen echt op single-cel-niveau, dus op zaadcellen- of eicelniveau, een hele batterij moleculaire testen doen, genetische screening, epigenetische screening. Dus en echt vergelijken, is er een verschil tussen een in vitro aangemaakte zaadcel en een in vivo aangemaakte zaadcel of eicel. Dus dat risico kunnen we toch door die analyses al heel laag brengen. Mm-hmm. Maar het eindresultaat is de baby. En in ons vakgebied moeten we soms snel overgaan naar de klinische toepassing. Bij dierlijke modellen kun je levende nakomelingen produceren en kijken of ze gezond zijn. Als ze niet gezond zijn, dat is ook erg. Maar het zijn nog altijd dieren. Dus bij de mens moeten we... Als we het veiligheidsniveau volledig willen analyseren, moeten we overgaan naar de klinische toepassing. En dan hopen en ervan uitgaan dat de eerste baby die geboren wordt via de techniek echt wel gezond is. Maar nog eens benadrukken, we kunnen een hele race batterij van testen doen om toch het risico tot een minimum te beperken. Ja. Maar we moeten hopen dat die eerste baby gezond is. dat kan ik alleen maar beamen. Want ik denk wel dat we kunnen wel het embryo testen, maar als je zaadcel test, is ze kapot toch? Hè? Dus dat kan je eigenlijk niet. Als we 1000 zaadcellen maken en ze zijn allemaal abnormaal, dan gaan we nooit naar de klinische toepassing overgaan.
Ja, omdat ik denk dat er ook een aantal vragen waar ik dan, die ik mij stel, ook bijvoorbeeld op epigenetisch niveau en zo. Epigenetisch? Toch, epigenetica, we hebben, voor de mensen die hier vanmorgen waren, zij weten dat al. Maar is eigenlijk, je hebt je genen, maar die worden aan- of afgeswitcht, zeg maar. Tijdens het leven kunnen daar veranderingen in optreden. En bijvoorbeeld ook, dat is iets dat zeker een probleem zal zijn als die bijvoorbeeld een zaadcel van een vrouw zou gemaakt worden. Je hebt bepaalde genen die altijd, die, als ze van de vader komen, dat ze dan aangeswitcht worden, zeg maar. En als ze van de moeder komen, afgeswitcht. Dus dat is imprinting. Maar ja, in zo'n zaadcel die op die manier gaat afleiden, gaat dat dan misschien minder mogelijk zijn. Als het van een man of een vrouw zelf is, dus een eicel van een vrouw of een zaadcel van een man, is dat dan minder een probleem. Maar sowieso, als je van een huidcel vertrekt, daar zitten al een heel aantal epigenetische veranderingen op. En ook al is die dan genetisch misschien normaal, dan moet je ook die epigenetica gaan controleren. Dus ik denk dat het allemaal wel mogelijk is, maar wel toch allemaal, je mag mij tegenspreken, maar heel omslachtig en heel duur ook. En heel niet zo voor de hand liggend als kijken van, is het genoom? Oké, er komt nog veel meer bij kijken. Wel, even aansluiten daarop. Dus die studie zag getoond dat wel succesvol was met die in vivo tussenstap. Daarvoor waren er al studies die even ver geraakt waren. Maar de zaadcellen die ze dan gebruikten om levende nakomelingen te maken, bij de muizen natuurlijk, al die levende nakomelingen gingen dood binnen de 5 weken. Dus, en daar hebben ze effectief gezien dat er epigenetisch iets niet in orde was door die in vitro aangemaakte zaadcellen. Dus. Maar ja, ondertussen, de nieuwe studies, de meest recente studie, heeft aangetoond dat alle nakomelingen volledig gezond zijn. Dus dat evolueert ook. Ik heb mij laten vertellen dat in de tijd bij de ontwikkeling van IVF, dat veel minder goed gecontroleerd werd en zo. Dat we dat gewoon gedaan hebben. Ik denk dat we daar... Er wordt vaak gezegd in dit debat van ja, maar ja, in de reproductieve geneeskunde, ja, je kunt geen klinische studie opzetten, want het eerste kind wordt geboren. Je kunt niet in een labo, zoals dat je met muizen doet, je kunt niet in een labo een paar kindjes kweken om te testen of ze normaal zijn. En bij IVF hebben we dat toch ook gedaan en bij ICSI hebben we dat ook. Dus ICSI is dat je de zaadcel injecteert in de eicel in plaats van ze natuurlijk te laten bevruchten. Dat is ook zo, maar ik denk dat dat net eigenlijk slechte voorbeelden zijn uit het verleden, hoe we het vooral vandaag niet moeten doen. Dat is toen ook met de goede bedoelingen gebeurd, maar bijvoorbeeld Edwards, toen hij wou beginnen met zijn IVF, dus dat is de vader van IVF, zeg maar, hij heeft daar op een bepaald moment financiering voor gevraagd en niet gekregen op ethische gronden en heeft het dan zelf gefinancierd en een kandidaat gevonden die het wel eens wou proberen. En zo is Louise Brown geboren. En Louise Brown is gezond. Ze heeft gezonde kinderen ook nu, of toch minstens één. Dus dat is gelukkig allemaal goed gelopen. Maar voor hetzelfde geld had daar een draak van een kind uitgekomen, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat we zeker daar niet naar mogen refereren. Als het is toen ook gelukt. Ja. Marijke, denk jij dat mensen met een onvervulde kinderwens daarvan wakker liggen, van die risico's? Ik durf niet spreken voor alle koppels natuurlijk, maar ik heb toch wel vaak reacties gehad van mensen die zeggen tot daar de grens, hè, en dat risico neem ik niet tot ze aan die grens komen en dan toch weer een stapje verder gaan. Hè. De theorie leert dat mensen bereid zijn om heel veel te incasseren voor dat eigen kind en daardoor onnodig risico's zouden durven nemen. Ja, ik zou daar misschien mee kunnen... Ik wou erbij aanvullen dat we in veel landen zien dat dus een tweelingzwangerschap heeft ook een aantal risico's voor het kind. En in landen waar het niet gereguleerd is dat er maar één embryo mag teruggeplaatst worden, wordt zeer vaak op vraag van de patiënt 2 embryo's teruggeplaatst, zodat ze een hogere kans hebben op zwangerschap, maar ook wel een hogere kans op problemen bij de kinderen. Dus ik denk dat mensen vaak inderdaad zodanig wanhopig zijn dat hun grenzen van de risico's wel opschuiven naar hetgeen dat je misschien zou beslissen als je niet in die situatie zit en als je niet zo wanhopig bent. Ja, jij wou daar nog iets aan toevoegen. In de tijd van de eerste proefbuisbaby, bijvoorbeeld genomische screening op een embryo, dat was nog niet mogelijk. Dus nu moesten we een zaadcel of eicel maken en het embryo vormen, kunnen we echt op een dag 5 embryo celletjes wegnemen van dat embryo en volledig genetisch, epigenetisch
analyseren. En allee, we zullen alle embryo's eerst invriezen. En pas als we alle resultaten hebben, en we zien effectief, er is daar één volledig perfect normaal embryo, die dezelfde genexpressie, genetische inhoud, epigenetische inhoud heeft als een normaal bevrucht embryo, dan allee, het risico is, zal zeer klein zijn. Ja. Ah, wel. Ja. Ja, daar gaan we vanuit. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen waar je nu zelfs nog geen idee van hebt, ja. Die pas, ik denk niet één generatie, maar na x aantal generaties gaan duidelijk worden. We zien dat toch ook met de ICSI-methode, de intracytoplasmatische sperma-injectie. Dus dat is een verfijnde techniek van IVF, waarbij dat één zaadcel in de eicel wordt gespoten, dus waar dan nog een aantal stappen worden overgeslagen, dat er ten eerste meer jongetjes geboren worden uit die techniek. Dat zou te maken hebben, maar jij zult daar een antwoord op met de epigenetica, met bepaalde factoren. En dat er ook meer vruchtbaarheidsproblemen bij de jongens voorkomen die geboren zijn na ICSI. En toch is het een techniek die enorm vaak gebruikt wordt. Dat ik mij soms de vraag stel, verschuiven we niet, ook al zien we nu een gezond kind tevoorschijn komen door de nieuwe techniek, maar verschuiven we de problemen niet, gelijk dat we mondiaal ook doen, naar de volgende generatie of generaties? Dat is een vraag waar je natuurlijk de dag van vandaag niet kunt op antwoorden, maar dat pleit er wel voor dat we dan gaan we weer met goede geneeskunde bezig zijn, waar we ten eerste zorgen dat het voor iedereen toegankelijk is, ten tweede dat het eigenlijk minimale risico's inhoudt voor moeder en kind, dat we de voorkeur gaan geven aan een beleid waarbij dat tenminste zaken die nu al vaststaan, ik denk nu opeens aan het afwachtend beleid. Dat is een heel eenvoudige manier om, als je 1 jaar met onbeschermd vrije nog niet zwanger bent, niet te starten met fertiliteitsbehandelingen, maar nog 1 jaar verder te proberen. Absoluut niet populair, omdat we juist door die maakbaarheid en die ontwikkelingen een beetje een fout beeld geven aan de patiënten van niet behandelen is geen kind. En behandelen is wel een kind. Dus als we behandelen, dan is er een soort optimisme dat het wel zal lukken, want men staat en men kan al zoveel. En als we niet behandelen, is dat gelijk onze kinderwens opbergen. En de ervaringen zijn er dat dat verre van klopt, dat verhaaltje. Alleen, het is niet voor iedereen. Het gewoon nog 1 jaartje, zelfs 3 jaar extra proberen, levert bij een bepaalde groep patiënten, degene waarbij dat de oorzaak van de fertiliteitsproblemen onbekend zijn. Levert eigenlijk evenveel zwangerschappen, spreek mij tegen als het niet waar is, evenveel zwangerschappen op dan wel behandelen. En toch voelen de patiënten zich in de steek gelaten als ze naar huis gestuurd worden van probeer nog maar wat verder, omdat wij niet meer gewoon zijn dat niets doen een resultaat kan hebben. Het is iets wat ik met de patiënten of met de koppels waar ik mijn werk eigenlijk ook sterk op hamer. Want die wachtperiode waarin dat ze dus ook niks kunnen doen in fertiliteitsbehandeling, gebeurt er heel veel. Je hebt echo's, je hebt bloedprikken, je moet spuiten, je moet slikken en je bent actief met de kinderwens bezig. En dan heb je terugplaatsing gehad van 1 of 2 embryo's. En dan kan je plots niets doen dan afwachten totdat je nieuws hebt of je zwanger bent of niet. En net dat niets doen in onze maatschappij, dat valt enorm moeilijk. Niets doen, vertrouwen hebben, geduld hebben. En aanvaarden. Dat zijn 3 dingen die ik een beetje mis als we met wetenschap bezig zijn. Als wetenschapper is het fantastisch om heel veel klaar te krijgen, heel veel aan te bieden, heel veel uit te proberen. Maar er is ook een keerzijde. Want het vertrouwen in de natuur is nog nooit zo laag geweest dan in de maakbare maatschappij. Ja? Oké. Ik wil gewoon eventjes opmerken, Marijke. Bepaalde vormen van onvruchtbaarheid. Dus we weten allemaal, de zaadcelkwaliteit is enorm achteruit gegaan de laatste 50 jaar. Dus we zien veel koppels, mannen, die echt slechte zaadstalen hebben. Mm-hmm. Dus
Als die nu 3 jaar proberen, dat gaat nooit aanleiding geven tot een kindje. Dus inderdaad, die moeten, het is te zien wat de oorzaak is van onvruchtbaarheid. Inderdaad, maar dan hebben we ook door de nieuwe kennis, en ik zie dat dat op de grote congressen ook al op het programma of de agenda staat, dat er meer en meer bewijs komt dat je simpel met lifestyle, met bepaalde voeding, ik denk aan die bepaalde soort muizen waar dat men die testen op gedaan heeft, het is altijd muizen eerst, waar men toch een enorme impact ziet van gewoon een goede, volwaardige voeding, sport en een aantal heel eenvoudige adviezen, ook meestal niet populair, omdat dat een inspanning vraagt, maar dat invloed op sperma-kwaliteit, toch wel, verbazend groot. Ook voor de vrouw. Kan zijn. En ook voor de vrouw, inderdaad. Ja, zowel voor man als vrouw, maar omdat jij over die... over de zaadkwaliteit begon, geef ik daar even mee. Heidi, wil jij... Dus dan vraag ik mij af. Het is een beetje een lange weg om via de wetenschap dan epigenetische markers terug te zetten... Natuurlijk, dat is wel de ultieme vrijheid. Als we kunnen eten, drinken en doen wat we willen en dan via epigenetica een aantal wijzigingen ongedaan kunnen maken en even gezond zijn als iemand die wel een gezonde lifestyle aanhoudt. Ja, dat is dan weer een ander ethisch debat. Natuurlijk, het kostenplaatje zal wel een beetje groter zijn. Hè, dan... ja, het kostenplaatje. Sorry. Het kostenplaatje. Het kostenplaatje, daar wou ik het even over hebben. Ik denk sowieso, ik heb het daarnet al gezegd, er komt zeer veel bij kijken. Zeer veel techniek, zeer veel geschoolde mensen zullen nodig zijn om dat allemaal te doen. Dus ik denk dat we daar met een dubbel probleem zitten. In de eerste plaats zal het zeer duur zijn. Nu, dat is bij veel medische ontwikkelingen zo, dat het in de eerste instantie duur zal zijn en dat het later pas goedkoper wordt. Maar ik denk dat we daar maatschappelijk ook wel met de vraag... Stel dat het allemaal veilig in de kliniek kan gebracht worden, dat alles, dat alle proeven netjes verlopen en de kindjes gezond zijn. Of we hier dan eigenlijk ofwel een luxe geneeskunde aan het produceren zijn voor een heel beperkte groep mensen, of anderzijds, of we dan ervoor moeten pleiten dat dit door de ziekteverzekering terugbetaald wordt, wat dat dan weer impliceert dat er, dat is maar een beperkte pot geld die kan verdeeld worden, dat het geld dan niet aan andere dingen gespendeerd wordt. Dus ergens gaan we die keuze moeten maken. Als de techniek er komt, gaan we daar als maatschappij in investeren of gaan we het enkel beschikbaar stellen voor de mensen die het zich kunnen permitteren? Hoe concreet kunnen we die prijs al maken? Dat is heel moeilijk natuurlijk. Maar bijvoorbeeld als we het labotechnisch vergelijken met bijvoorbeeld een IVF of ICSI-behandeling, kost in België €5.000. Wat eigenlijk nog goedkoop is, als je het vergelijkt bijvoorbeeld in Amerika, betaal je enkele tienduizenden euro's voor één behandeling. Labotechnisch een IVF of ICSI-behandeling is eicellen kruisen, zaadcel, eicel samenbrengen. Is dat eigenlijk 1 uurtje werk? 1 uurtje? 1 uurtje voor 1 patiënt. Dat is snel. Dat is redelijk snel, labotechnisch. Ja. Maar de prijs is wel €5.000. Als ik de vergelijking maak met klonen, stamcellen afzonderen, stamcellen differentiëren tot zaadcel of eicel, zal dat minimum 40 uur bijvoorbeeld labotechnisch werk zijn. Een volledige werkweek. Ja, maar dan verspreid over verschillende weken natuurlijk. Hè. Het 1 uur buiten 40 uur, €5.000. Ja, allez, als je de factor zou maken, ik ga hem niet maken, maar het zou duur zijn. En dat is iets dat zo blijft of na verloop van tijd dan sneller zal kunnen gebeuren? Nee, de zaadcelvorming, eicelvorming neemt een serieuze tijd in beslag. En ik zie dat niet. Dat we dat op een of andere manier gaan kunnen versnellen of goedkoper maken. Dus, het zal een extreem duur proces zijn en blijven. Denk het wel. Ik denk dat ik zie hoeveel stamcelonderzoek kost, maandelijks spenderen wij een 15.000, 20.000 euro gewoon aan stamcelmedia. Dus dat zijn enorme kosten. Hè. Ja. Wat moeten we daar dan mee doen? Want koppels, ongeacht financiële situatie, zullen een genetisch eigen kind willen als die technologie bestaat? Hoe moeten we daar als maatschappij mee omgaan?
Ik denk dat als we heel het beleid eens bekijken en we evolueren in de goede richting, gelijk het afwachtend beleid, meer en meer als mensen goed geïnformeerd zijn, dat hun kansen effectief even groot zijn en dat er geen risico's zijn en ook geen belasting uiteraard, dat we kunnen toch wel al een pak geld winnen op die manier, ook via lifestyle. Er is een verschil tussen de mensen die door een genetische aandoening met de beste wil van de wereld, gelijk dat jij al aanhaalde, of dat ze nu gaan sporten en eten of drinken, die niet vruchtbaar zullen worden, om eigenlijk de koek te reserveren voor die paar, voor die mensen die eigenlijk geen andere opties hebben en veel meer inzetten op goedkope oplossingen om ook die andere mensen die nu een beetje fout het beeld hebben dat ze alleen maar via fertiliteitstechnieken kunnen zwanger worden, hè, door goede informatie en goede begeleiding, denk ik. Ik heb het een keer uitgerekend dat we zo per jaar zo'n 110 miljoen kunnen winnen. Hm? Ik denk dat we daar misschien al een paar mensen, ook als het duur is, de techniek, zouden kunnen mee helpen. Nog altijd rekening houden met het feit dat het voldoende veilig moet zijn. Hoe doen we het vandaag met IVF? Is dat dan gelinkt aan lifestylekeuzes of niet? De terugbetaling, inderdaad. Ik denk het in principe niet. Ik weet nu niet, als er een mevrouw komt met een extreem hoge BMI, dat waarschijnlijk de kliniek wel zal adviseren. Ja. Van kijk, uw kans op zwangerschap met dit gewicht is quasi nul. U zou beter eerst proberen gewicht te verliezen. Er zijn nog mensen bij mij geweest die zeggen, want dat is dan ook niet de juiste manier voor zo'n beleid. Mevrouw, u bent te dik. Kom maar eens terug als uw body mass index 25 is. En dan komt die mevrouw bij mij van... ik wil nu niet de artsen en zo met de vinger wijzen. Men denkt er vaak niet bij na ook. Hè. Dat die mevrouw zegt, dat is nu al heel mijn leven dat ik worstel met overgewicht. En nu op het moment staat het ook nog eens mijn kinderwens in de weg. Hè. Dus... het is hoe dat men er mee omgaat, maar men is wel meer en meer en ik bezig met goed te informeren en een aantal patiënten eigenlijk eerst te motiveren om gewicht te winnen. Als je ziet dat van body mass index van 35 naar 25, dat de kansen bijna dubbel zo groot worden, dus dat die mensen anders dubbel zoveel IVF, door dubbel zoveel IVF-cycli moeten gaan. Dat geldt ook voor rokers, zeker als man en vrouw roken, dat ze bijna dubbel zoveel behandelingen nodig hebben. Het is een kwestie van motivatie en begeleiding. Want alleen op je eentje moeten afvallen of moeten stoppen met roken. Ik weet niet of dat de rokers zijn, maar dat blijkt toch gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar het wordt dus een dure technologie als die er komt. Hoe moeten we daar volgens u mee omgaan? Voor iedereen of niet? Of... Ik denk, moest ze echt zeer duur zijn, ik denk dat ik ze zeker niet in de ziekteverzekering zou steken, omdat ik denk dat er andere... andere zorgen zijn die belangrijker zijn. De zorg die ik mij ook wou maken is, als we dit bijvoorbeeld wel zouden terugbetalen, dan sturen we weer een signaal uit van kijk, het is enorm belangrijk dat je genetisch eigen kind hebt, want we smijten er zoveel geld tegenaan. En voor de mensen waarvoor het dan niet lukt, want deze techniek, voor alle duidelijkheid, is nog altijd geen garantie op een kind. Er kan nog altijd iets misgaan met de implanting of met de... krijgen zij dan niet nog extra de boodschap dat ze iets cruciaals missen of dat er iets... Ja. Ik denk dat ik het zeker niet in de... Maar dat is mijn persoonlijke mening, niet in de algemene ziekteverzekering zou steken. Nu, ik vind het op zich ook geen reden, moest het veilig kunnen, om het de mensen te ontnemen die het zich wel kunnen permitteren. Ik denk dat er andere medische ingrepen ook zijn. Bijvoorbeeld plastische chirurgie, die niet iedereen zich kan permitteren, maar daarom moet je het niet voor iedereen niet beschikbaar stellen die het zich wel kan permitteren. Maar ik denk dat het wel belangrijk is... om toch ook die andere mensen dan op te vangen. En niet te zeggen van, kijk, er bestaat een techniek, spaart ervoor en je kunt het gebruiken. Dat je de mensen ook wel begeleidt om bijvoorbeeld gemakkelijker of beter te accepteren dat ze dat genetisch eigen kind niet kunnen krijgen. En dat je die begeleiding... Dat je niet zegt van, er bestaat iets en nu is het probleem opgelost. Want het zal niet opgelost zijn voor iedereen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat belangrijk is, maar ja. Terugbetalen of niet terugbetalen? Techniek. Ja.
Ik zou zeggen terugbetalen, anders zal het voor de happy few zijn die genoeg geld hebben. En allee, dat is toch niet de bedoeling, denk ik. Maar ik wil gewoon nog een keer ook opmerken, allee, de doelpopulatie van patiënten waarvoor deze techniek zou kunnen dienen, is heel klein. Hè? Mm-hmm. De meeste koppels kunnen we nu perfect helpen. Het voorbeeldje dat Heidi aangaf, dacht ik. Dus patiënten die bijvoorbeeld een kankerbehandeling ondergaan, die hun eicellen of zaadcellen zouden verliezen. Wel, voorheen, als een vrouw kankerbehandeling onderging, konden we eicellen niet invriezen. De techniek om eicellen in te vriezen stond nog niet op punt, maar nu staat dat volledig op punt. Dus nu, vrouwen die kanker, chemo moeten ondergaan, kunnen we eerst eicellen afnemen en invriezen en die later gebruiken. Dus er wordt ook wel gewerkt aan alternatieven. Hè. Weer in het kader van die kankerbehandeling, dus ja, pubers, allee, jongetjes of meisjes die nog niet de puberteit hebben bereikt, hebben nog geen zaadcellen, hebben nog geen zaadcelproductie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar daar wordt ook aan gewerkt om het testiculair weefsel, waaraan de stamcellen eigenlijk inzitten, ook dat af te nemen en in te vriezen om eventueel later te gebruiken voor behandeling. Dus er worden wel aan alternatieven ook gewerkt, buiten die stamcel afgeleide gameten. En dat onderzoek loopt ook en evolueert ook. Dus ja. Allee, het is niet enkel die stamcel afgeleide gameten. Misschien dat we binnen 10 jaar een andere techniek hebben om problemen op te lossen als er geen functionele zaadcellen of eicellen zijn. Ja. Ik heb nog een laatste vraag voor we naar de vragen uit het publiek overgaan. Het werd er net al even aangehaald, leeftijd, wat vaak een rol kan spelen in onvruchtbaarheid bij die nieuwe techniek, doet leeftijd er dan nog toe? Bij een vrouw van 45 zijn dat dan nieuwe jonge eicellen? Wel, je gaat vertrekken van een lichaamcel, dus van een huidcel bijvoorbeeld. Dus ja, die cellen hebben al veroudering ondergaan, hebben al meer mutaties en zo verder. Dus de uiteindelijke eicel of zaadcel die je maakt, als je via de techniek van kloneren gaat, gebruik je eigenlijk donoreicellen. Dus de mitochondriën, die eigenlijk de energiefabrieken zijn, zullen afkomstig zijn van de donor. Dus als je nu geluk hebt van een jonge donor, zullen die cellen wel jonger zijn op mitochondriaal gebied. Mm-hmm. Maar op nucleair gebied zal denk ik de leeftijd hetzelfde zijn van de eicel of de zaadcel als de patiënt waarvan je het gekloonde embryo gemaakt hebt. Ja. Dus de biologische klok, de leeftijdsgrens, dat verdwijnt niet helemaal, mocht het zover komen. Ze zou wel verlicht worden, verlicht. Denk ik toch een serieus. Ja, ik denk dat je voor postmenopausale vrouwen zou je dit perfect kunnen doen. Ja, hè, tuurlijk, denk ik. Ja, de veiligheidsrisico's zouden niet hoger zijn, maar ik denk wel dat het mogelijk is. Want in principe voor de baar, voor vrouwen nu is het vooral de kwaliteit van de eicel die maakt dat vrouwen op gevorderde leeftijd niet meer zwanger kunnen worden. Mm-hmm. Maar de baarmoeder op zich kan wel nog. Verbeter mij als ik het fout zeg, Björn, maar tot 60 jaar denk ik kan je perfect eigenlijk een kind dragen als vrouw. Dus dat zou hiermee wel zou zeker verschoven kunnen worden. Wat er dan natuurlijk wel bij komt, is dat de fertiliteitskliniek zal moeten gaan afwegen van ja, is dit een goed idee om bij een vrouw op die leeftijd dat nog te gaan doen? Meestal heb je ook veel meer veiligheidsrisico's. En ook, ja. Maar meestal wordt dat ook trouwens per koppel bekeken. Misschien ook wel belangrijk om te zeggen, want nu kan je ook hebben dat een jonge vrouw komt met een zeer oude partner. Hier kan het omgekeerd zijn, zolang dat er nog een partner is die jong genoeg is om ook voor het kind te zorgen. Ja, maar dus een techniek die oudere moeders mogelijk maakt. Heel emancipatorisch misschien. Of niet? Ja. Ik dacht dat gewoon retorisch Nee, het is een oprechte vraag. Het is iets waar ik eigenlijk niet uit geraak. Van moeten wij dat aanmoedigen of niet? Zo in het kader van de volledige vrijheid. Hè? Want nu hebben we vaak het beeld van oudere moeders die een kind hebben. Dat zijn carrièrevrouwen die alles opzij hebben gezet. En dan opeens willen ze ook nog een kind. Maar in de praktijk blijkt dat eigenlijk een heel grote minderheid te zijn. Zijn er allerlei omstandigheden die ertoe leiden dat pas de kinderwens aan bod kan komen. Vaak, eigenlijk zijn we
toch in grosso mode nog altijd een beetje romantisch ingesteld. En is het idee van samen met iemand anders een kind op te voeden bij veel meer vrouwen aanwezig dan we zouden denken. En als je die geschikte partner niet tegenkomt, dan blijft de tijd maar ja, voortgaan. En de tijd gaat soms zo snel dat je het 50 of 60 bent voordat je het weet, bij wijze van spreken. En wie zijn wij dan om te zeggen, ja, sorry, dit kan echt niet meer. Ik durf het niet. Afsluitende vraag, wanneer is die techniek er volgens u? Gewoon een cijfer. Veel jaar nog? Tussen de 5 en de 10 jaar. Maar ik twijfel of de techniek überhaupt wel echt zal gebruikt worden voor dit doel. Maar in elk geval zal er veel uit geleerd worden en zal indirect de techniek dan toch te goede komen aan de toekomstige wenshouders, zodat er veel meer rond epigenetica en rond de ontwikkeling van zaad- en eicel zal bekend geraken. Ja. En als afsluiter wil ik ook nog een keer even relativeren. Het is aan mij relativeren dat belang van dat genetisch eigen kind in feite dat ook andersom kan werken, heb ik ondervonden, dat mijn kinderen tegen mij zeggen, mama, bedankt hoor om ons uw slechte ogen en uw slechte tanden en uw scheve rug te geven. En dan dacht ik, had ik niet beter gebruik gemaakt van een donor waarbij pre-implementatie, genetisch onderzoek en screening is gebeurd om een aantal zaken uit te sluiten. Had ik dan kinderen gehad die meer tevreden door het leven zouden gaan, misschien? 5 à 10 jaar, of sneller? Well, ik bewonder uw eerlijkheid. dat is een grapje. Ik denk, 10 jaar hebben we humane zaadcel en eicel via stamcel. 10 jaar. Maar de klinische toepassing, dat zal nog ietsje later zijn. Maar aangemaakt hebben we ze. Ja, ik denk, in zoverre dat ik een wetenschappelijk oordeel kan vellen, denk ik dat 10 jaar, om het te kunnen maken, misschien wel realistisch, maar in de kliniek hoop ik dat het niet binnen 10 jaar er zal zijn. Gewoon omdat ik denk dat het op 10 jaar niet zal bewezen zijn dat het veilig is. Ja. Maar ik wil misschien ook nog wel even toevoegen dat er de voortplanting is één factor, maar zoals Marijke ook al zei, dit onderzoek is wel sowieso superboeiend, gewoon naar de inzichten die eruit voortkomen in de oogenese, de vorming van eicellen, van zaadcellen. Dus het is wel degelijk zeer waardevol onderzoek, dat wil ik zeker niet ondermijnen. Maar ja, mijn voorspelling voor in de kliniek zou eerder iets 40 à 50 jaar zijn. 40 à 50 jaar, dat is een andere horizon. Mama's van 100 dan. Mogelijkerwijs. Heel erg bedankt voor jullie uitleg en toelichting. Zijn er vragen uit het publiek? Ja. Een vraag voor Bjorn. Je waart uw presentatie begonnen met het gebrek eigenlijk aan embryonale stamcellen. Waarom doneert niet iedereen de navelstreng? Zijn er nadelen? Waarom doet niet iedereen het? Er zijn verschillende types stamcellen, dus fetale stamcellen, adulte stamcellen. Maar daar is er een consensus over dat die stamcellen niet alle cellen kunnen vormen. Dus zaadcellen en eicellen ga je nooit kunnen vormen met fetale stamcellen of met adulte stamcellen. Die zijn al te ver gedifferentieerd om nog een zaadcel of eicel te vormen. Dus als je echt eicel of zaadcel wil vormen, moet je van de embryonale stamcellen vertrekken of van de iPS-cellen. En adulte en fetale stamcellen zitten al te ver in hun ontwikkeling om nog te kunnen teruggaan naar zaadcel of eicel. Voorlopig. Duidelijk antwoord. Zijn er nog andere vragen? De vraag die ik zal stellen gaat een beetje in de richting van het in vraag stellen van de volledige sector waar Bjorn in werkt. Het hele gesprek wordt altijd gevoerd vanuit een heel individueel standpunt. En ik kan dat heel erg begrijpen, dat de wens van de mensen die een kind willen, dat een individuele vraag blijft, tot op de momenten we natuurlijk met een heel reusachtige kostprijs geconfronteerd worden. Bepaalde ingrepen, genetische ingrepen, laten toe om ook bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld genetische afwijkingen, uit te schakelen. Of dat is toch de hoop.
En dat heeft dan ook op lange termijn voor ja, de nakomelingen en de mensheid, tout court, een positief effect. De hele dure behandeling die u schetst, gaat eigenlijk puur over het individu. Of zijn er ook mogelijkheden voor ja, de nakomelingen positief te beïnvloeden? Want nu gaat het eigenlijk vooral over de wensouders en niet over de nakomelingen. Het is een vraag voor Björn, hè? Ja. Wel, het is bij wet verboden in België om eugenetica toe te passen, dus om iets genetisch te wijzigen. Dus het is gewoon niet toegelaten om iets te wijzigen aan de genetica op embryoniveau. Dus. Maar u wilt dus zeggen, negatieve selectie? Ja, wij gebruiken dat in de praktijk, nu al. Dus als we mensen hebben, koppels, die een... Ja. Ja. Tuurlijk niet. Natuurlijk. Tuurlijk. Maatschappelijk maar ja, is... Ik zou denken van niet. Ja, ik zou denken dat het een zeer individuele techniek inderdaad is om mensen ja, een genetisch eigen kind te geven. Dus het is inderdaad een heel individuele theorie, techniek. En je kan daar inderdaad commentaar op geven in de zin dat we misschien het onderzoeks... de financiering hiervoor misschien kunnen investeren in andere programma's die meer de common goods ondersteunen, die meer bredere... Ja, ik denk dat dat sowieso altijd een discussie is binnen onderzoeksfinanciering. Wat gaan we financieren, wat niet? En dit is inderdaad dan meer gericht op het individu. Ik kan er niet veel meer over zeggen. Ik denk dat je hier inderdaad niet echt een groot maatschappelijk voordeel uithaalt. Ja. Zijn er nog andere vragen? Ja, dank u voor een schitterend debat, maar ik bleef nog een klein beetje op mijn honger zitten, aangezien ja, de titel van het debat, de titel van de sessie, ook wel deed vermoeden dat er zou ingezoomd worden op het feit dat als deze technologie ooit klinisch op punt staat, dat dan basically ja, iedereen kinderen kan voortbrengen met iedereen, om het nu zo even sloganesk samen te vatten. En ik herinner mij, was het op Ter Zaken, of alleen toen de grote nieuwsaankondiging kwam, VRT-journaal of op Ter Zaken, waar professor Mertens en een aantal van u ook naar de pers toe reageren, was dat ook een van de vragen die gesteld werden door de journalisten, van wat vinden jullie daar dan van? Is dat dan een goede zaak? Hè? Is dat sowieso een goede zaak, dat iedereen op gelijk welke leeftijd, in gelijk welke permutatie zich dan kan gaan voortplanten. En op basis van de titel van de sessie van vandaag had ik begrepen dat dat ook een van de dimensies zou zijn die jullie gingen belichten. Dus misschien als u daar ook nog even kort zou kunnen bij stilstaan. Ik denk wel dat we daar nog even tijd voor hebben. Maar ik denk dat je verschillende groepen zal hebben of mogelijk zal hebben. En dan, om te refereren naar de titel, of we de mannen niet meer nodig hebben, dan denk ik vooral aan de lesbische koppels. Daar bestaat heel veel discussie over, maar zoals Marijke al gezegd heeft, op het niveau van het welzijn van het kind moeten we ondertussen beslissen dat daar geen bezorgdheden zijn, dat het zelfs eerder omgekeerd is, zoals Marijke ook zei. Kinderen van lesbische koppels zijn door de band genomen, doen het beter, zijn gelukkiger dan kinderen in hetero-koppels, bijvoorbeeld. Dus daar is denk ik geen bezwaar. Ik heb persoonlijk wel een bezwaar op het technische vlak weer, op het vlak van de veiligheid. Als we die imprinting niet in orde krijgen, het zijn heel veel stappen. Björn heeft het daar straks mooi uitgelegd. Je moet gaan, bijvoorbeeld therapeutisch klonen laten we niet toe omdat het te gevaarlijk is. Maar hier gaan we de techniek van het therapeutisch klonen wel gebruiken. Daarna gaan we er nog eens een zaadcel of een eicel uithalen, extra manipulaties. Als we dat dan van een vrouw een zaadcel gaan maken of van een man een eicel, weer extra risicofactoren. Die opeenstapeling van risicofactoren
maakt het voor mij dat ik nog meer sceptisch ben voor het vooruitzicht. Alhoewel dat ik het op zich als idee wel geweldig zou vinden dat twee vrouwen het samen een kind zouden kunnen krijgen en twee mannen samen een kind zouden kunnen krijgen. Hoewel zij natuurlijk altijd nog een draagmoeder nodig hebben, wat dan weer problematisch is. Maar ik denk dat er qua veiligheid daar wel extra risico's zijn. Ook naar die op oudere leeftijd, postmenopausaal. Ik wil daar zeker niet sloganesk over doen, dat oudere vrouwen geen kinderen willen krijgen. Ik denk dat daar veel meer over te zeggen valt dan aan. Er zijn een aantal zeer goede ethici die daarin onderlegd zijn om aan te tonen dat die leeftijdsgrens best wel nog iets kan opschuiven. Zeker naar de toekomst toe, waarin dat mensen altijd maar langer gezond ook blijven. Dat mensen niet... niet oud zijn op hun 60 jaar. Een andere toepassing dan, die ook vernoemd wordt, maar waar ik dan denk ik falikant tegen ben, is dat een persoon zich zou kunnen voortplanten met zichzelf. Dus dat ik bijvoorbeeld van mezelf een eicel zou gebruiken en een zaadcel van mezelf, zodat er geen kloon komt, maar dan een kind van mezelf, maar toch, die toch anders zal zijn als ik. Ik denk dat je daar, dat is het summum van inteelt natuurlijk, dus daar ga je superveel risicofactoren hebben en... Dus ik denk dat een aantal van die spectaculaire toepassingen, hoewel heel leuk om over na te denken en te filosoferen, dat die nog zeer ver afstaan als we er al ooit geraken. Dus. Marijke, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Eigenlijk niet, nee. Wel, ik wil gewoon nog even mijn stelling van in ter zake nog herhalen. Dus als de man onverboden is, wie zal de vuilzakken buiten zetten? En met deze... Dat doe ik nu ook al, dus... Met deze wijze woorden kunnen we het gesprek afsluiten. Ik wil graag het publiek bedanken voor de aandacht en de sprekers voor de heldere uitleg. En dan nodig ik jullie graag uit voor een slotwoord en aansluitende receptie in de lounge, dat is eigenlijk op de plek waar jullie zijn binnengekomen. Dus niet hier, zoals in het programmaboekje fout staat. Dank jullie wel. Fijne middag nog.